Oké, jongens, het is spannend. We zijn bijna op de 200 kijkers. Vergeet natuurlijk niet een duimpje omhoog te doen, hè. Ik spreek jullie in het Empire voor. Oké. Positief lijkt mij. Links half positief. Jullie mogen Empire betreden. We hebben de toestemming dus. Oké, guys. We worden niet meteen compleet in elkaar gemaakt. Nog niet. Links is positief. Let erop, guys, dat je duidelijk moet praten, want er staat spannende muziek op. Dus die staat wat harder. Dus je moet goed praten. Ja, hier. Als je iets zegt. En als moet je gewoon je mond houden en het woord aan mij en Leon laten. Yes. Oh, ik heb nog geen versnellende slippers aan, zie ik. Gaat nog niet zo snel. Ja, met de binnenkort wel. Ja, maar ik heb mijn flippers nog niet. We hebben 200 kijkers, dat is wel... 200 kijkers, man, dat is super nice. Als we die 600 likes kunnen knallen, man, dan ga ik serieus nadenken over een mooie extra fan erin aannemen. 600 likes, 250 kijkers. Hoe klinkt dat? Wat? 250 kijkers, 600 likes. Ja, zoiets. Dat klinkt allebei wel heel leuk. Dus even een likeje doen, want we hebben er bijna 550 en we willen wel de 1000 halen. Ja, we willen uiteindelijk de 1000 halen, want dan gaat deze mooie Leon hier, die jullie niet in beeld zien, die gaat zich dan millimeteren. Oh, help. Ja, ja. Dat zoiets voorbij komen, ja. Ja, en jullie moeten natuurlijk de stream delen met al je vrienden, waardoor het sneller gaat. Ja, dan gaat die like snel omhoog. Yes. Gaan we nog de goede kant op, trouwens? Ja, wie had nou de map ook alweer? Want volgens mij laat ze even zien. Ja, Pelle, okay, gaan we nog een beetje... Oké, die stip, daar moeten we naartoe. Waar zijn we nu? We moeten zo te zien wel naar links. Oké. We moeten naar de grote ruïne. Schuin naar rechts. Oh, of links, sorry. Oké. Laten we zo meteen goed zorgen, jongens, dat we... zorgen dat Leon en ik voorop staan. En dat jullie er een mooie formatie achter maken. En geen wapens. Geen wapens. En bukken als die komt. Ja, buigen bedoel je, denk ik. Ja, buigen. Ik weet dat het uit uw land respect tonen wel belangrijk is. Het is een van de machtigste mensen die we tot nu toe zijn tegengekomen, jongens. Er zijn mensen die meer machtig zijn. Enigszins respect zou inderdaad vrij slim zijn. We willen hier een goede vriendschap uithalen. Maar monniken dus, hebben altijd respect. Ja, ja, daarom onze discipline. Degene die het niet verdienen. Onze discipline is sowieso goed van ons land uit. Maar we moeten zorgen dat Empire dat ook vindt. Empire heeft natuurlijk een kort lontje. Ja, daar staan ze bekend om, hè. Hebben we ook iets om ze te geven als verzoeningsgedeel of zo? Ja, ze accepteren alleen een rotte fles. We gaan nu iets te ver naar het noorden. Ja, we gaan nu richting het westen. Bloedoffers. Ja, westen. Ja, we zijn er al. Heel erg naar links. Ja, we moeten naar deze kant op. Rechtuit. Oh, ik zie de toren. Yes. Ik zie dat, ja. Oké, ik ben benieuwd. Koning voorop, alsjeblieft. Want, ja, jongens, even informatie. Dus achter ons blijven, alsjeblieft, want ik loop nu achteraan. Dat is niet de bedoeling. Wacht op de keizer. Allemaal ik heb geen zin om te sterven, omdat jullie je niet in toon kunnen houden. Oké, dus Leon en ik gaan voorop. Ja. En de rest zorg een beetje dat je achterop loopt. Ik zie Leon alleen. Ja, ik sta hiervoor. Leon je bent al weg. Ja, ik sta hier al voor. Ik wacht hier wel even. Want er is hier wel wat veranderd, zo te zien. Oh jee. Je moet gewoon die kant, ja. Ja, oké. Ik kom jou wel zoeken met mijn manschappen erachteraan. Oh, daar sta je. Ik zou je helm wel afdoen. Het is nog helm machtiger om te jongens, zien dat helm af. Ze me hadden verteld. Puur uit het teken van respect. Ja, respect, helm af allemaal, wapens weg. Oké. Je van drie zou ik zeggen, achter de koning. Ja, netjes. Ja, maak een mooie opstelling erachter. En loop heel rustig, blijf in formatie. Okay. Er zijn mensen achter Daniel staan. Oh, en voordat we naar binnen gaan, hoor ik de gong nog afgaan door Berenleuk. Jeroen Hartje, wil je Minecraft-verkering met me hebben? Groetjes je fan. Ja, dat kan niet, want ik heb... Hij wil het. Maar wij gaan weer door met de roleplay. Jongens, vanaf nu, alle donaties die nu binnenkomen, gaan we pas behandelen na de roleplay-scène. Want we moeten nu even onze aandacht erbij houden, omdat we naar Empire gaan. Dit is en netjes opgesteld. We kunnen niet zomaar iets anders doen. Oké, laten we gaan. Laten we naar binnen gaan. 3, 2, 1, marcheer. Yes, laten we lopen. Moest ik het niet te buigen? Ja. Waar is die eigenlijk? Ik weet het niet. Het is nog stil. Oké, laten we even hiervoor wachten. Ja, laten we hier even staan. Zijn gearriveerd.
Oké, okay, nou komt het jongens, het moment van de waarheid. Hoe gaat hij reageren op onze aankomst? Mm. Op überhaupt onze komst? Ik zie hem niet, ik ga even binnen kijken. Oké, okay. Wij wachten hier wel even. Treed verder, oké. Okay. De toren in. Ja, dit is die toren. Oef. Achter het kasteel. Oh. Achter het kasteel. Laten wij ons even gaan verplaatsen dan. Oké, okay, jongens, probeer de opstelling vol te houden zo meteen. Dus ga weer je positie zoeken. Pas op voor het vuur, de achterste. Oh. Waar? Oh, daar gaan we heen. Ah, hier staat hij. Kijk eens. Kijk, hij is natuurlijk gewend dat mensen in de andere richting. Oh. Daar buigen. Staat hij. Buigen, jongens. Informatie. Netjes. Vrij weinig ruimte voor de formatie. Ieder pas een trap af. Welkom in Empire. Zo, ik zal even iets opzij gaan dat jullie gewoon kunnen spreken. Bedankt, heer Agerion. Spannend! Die ingang is wel veranderd, zeg. Ja, het is zeker indrukwekkend voor de eerste keer hier te zijn. Je hoeft nooit meer te buigen. Ik ga meteen een beetje een visitekaartje van Empire. Oh, hij klinkt nog niet heel vrolijk. Nee. Of heel... ja, verwelkomend. Nee, laten precies. We hopen dat dit goed blijft gaan. Heb je geen shaders aan? Jawel. Ons volk komt inderdaad oorspronkelijk uit Bovisti, dus we hebben dat wel gemeen met Empire. Dus dat is misschien een streepje voor wat andere kingdoms niet hebben, hopen we. Nou, zij hebben ook een basis in Bovisti, hè? Dus dat... Ja, wij komen daar ook vandaan. Oorspronkelijk. Precies. Leuk om te weten. Oeh. Ja. Haha, leuk om te weten. Oké. Okay. Oeh. Ja. En nu? Ja. Hè, we willen hem niet beledigen. Maar vraag, wat is je vraag? Wat wil je van Empire? Ja, we willen uiteindelijk... Oh, ik kreeg het te horen van mijn koning Thanatos. Oh. Ja, precies, maar waarvan kwam het? Grootste. Oh, weerwolven. Oké, aparte wending, weerwolven. Nee, dat is helemaal geen aparte wending. Weerwolven zijn inderdaad nauw verbonden met de Fenrins. Is te horen dat je de geschriften niet hebt gelezen? Sommige van de oude Fenrins hebben die krachten. Dit is de real kingdom, ja. Dit is een echte empire vlak voor mijn neus. Hij heeft geen Empire Wand vast, dus... Nee, dat is al goed teken. Hij heeft niet zijn wapen in zijn hand, inderdaad. Net zoals wij. Respect koopt respect. Oeh. RNR is back. Interessant. Ah ja, dit is zeker interessant. Zeker. Wij hopen binnenkort ons naar... die oude traditie te kunnen herstellen. Ik heb laatst wel nog een wolfje gevonden. Nou, we zijn ermee bezig om die oude krachten weer tot leven te wekken.
En dat de weerwolven terug zullen keren binnen Fenrin. Maar wat we daar precies voor moeten doen, dat weten we nog niet. Volle maan. Denk ik. Algemeen feit. Ja, maar ja, dan zou ik al regelmatig een weerwolf moeten worden als het zo simpel was. Maar ben jij van Fenrins broed? Want je zei dat je uit Ljord kwam. Ik kom uit Ljord, maar dat betekent niet dat ik puur Ljordbloed heb. Nee. Mijn vader was een Ljord. Maar je moeder, weet je? Nou, mijn moeder weet ik niet zeker. Misschien moet je de trans. Dat klinkt wel positief. Helpen. Ja, hij biedt het aan, hij biedt hulp aan. Weet je, dat is al best wel een knappe... Oh. Ik heb alleen maar gehoord van hele agressieve encounters met Empire. Ik vind dit heel bijzonder, jongens. Ik heb ze nooit het woord helpen zien zeggen, nee. Nee. Nee, ik ook. Ook zomaar voor niks, hè. Of misschien komt de prijs nog zo meteen. Ja, precies. Ah, dat ja, ja, ja. Maar, ja, kijk, daar komt het al, jongens. Ik wou net zeggen, dit gaat te makkelijk. Dit gaat te simpel. Het gaat allemaal te goed. Er moet iets voor terug zijn. Ja, voor iets hoort iets natuurlijk ook. Een offer misschien. Waaraan zit u dan te denken? Een onderwerping van Empire. Gaat dat te ver? We moeten de transformatie. Allemaal transformatie. Hey. Het kan wel verder gaan. Oké, jongens. Het kan wel heel ver gaan, ja. Wat zou iemand als Empire mogelijk van New Fenrin willen hebben? Geheimen. Dat willen we zo weten. Ondertussen ga ik heel even snel de muziek iets zachter zetten. Want dan hoor ik een Empire met echt met slaven. Ja, ik denk niet, misschien iets met. Wacht. Echt. Misschien een elite krijger die hij. Oh. Wacht, dicht bij het oude Empire dorp. Wacht, is dat boven Ljord? Dat is boven Ljord. Het dorp ten oost. Oh nee. Jawel. Zeg. Zijn wij daar geweest? Oh, ik zie het. Ja. Ik zie het op de kaart. Oké, Pelle ziet het op de kaart liggen. Oké. Maar ik zie geen meteoriet. Meteoriet? Oh, ja, die is dan ergens dichtbij het oude dorp. Dus... Oh ja. Ben benieuwd. Wilt u dat we daar heen gaan? Oh god, jongens. Nee, dat dorp is verwoest door die verschrikkelijke eclipse, jaren geleden. Oké. Okay. Is dat die godin? Hij komt nu op jou af. Ja. Oh, hij heeft nu zijn wapen. Hij is boos op eclipse volgens mij. Ja, okay. Dat is niet van ons te maken. Oh, oké. Kijk, dit is hoe ik Empire ken van de verhalen. Ja. Dat wil ik niet op me af hebben. Nee, dat zal zeer pijnlijk worden, ja. We kunnen u helpen, wij willen helpen, wij willen uw hulp, u bewijzen dat wij het waard zijn om uw hulp te krijgen. Want dan kunnen wij, als wij de kracht kunnen herstellen, dat wij weerwolven kunnen worden, dan hebben we een groot voordeel ten opzichte van alle kingdoms die ons niet kennen. Het zou een mooi verrassingselement zijn. Jazeker. Inderdaad. Oeh. Vergeet ondertussen niet een like op de stream te drukken, zodat wij de 600 likes binnenkort gaan halen. Oeh, kinetische krachten bezitten. Breng mij de steen. Oh, oké, dus we moeten richting dat dorp. Pelle, jij mag zo meteen de weg wijzen dan, want jij hebt de kaart. Ja. Zeg maar dat u zijn quest accepteert. Wij zien uw wens vervullen. Yeah. Netjes. Wij vertrekken meteen. Oh nee, mag geen zwaar vast. Helmen op, jongens. Zijn we er allemaal klaar voor, mannen? Nog even buigen? Ja. Nog buigen? Goed. Ik denk dat hij blij is met ons besluit. Vertrek. Oké, guys. Let's go. Pellen voorop. Volg pellen allemaal. Ik wacht op pellen, dus. En zorg dat er weer een opstelling is dat er een paar mensen achter mij lopen.
en een paar mensen bij pellen lopen. Ik zal wel ik loop ik zal de rij sluiten. Dus dat we goed verdeeld lopen. En dan gaan wij dus op deze opdracht van Empire gaan wij op zoek naar, naar het oude Empire dorp. Waar een meteoriet is neergestort. Zodat Empire ons accepteert en wilt helpen met onze oude krachten van ons volk te herstellen. Moeten we niet naar rechts? Ja. We moeten een beetje rechtdoor. We volgen Pelle. Pelle heeft de kaart. We vertrouwen in hem. Ik wil dat de meeste mensen achter ons gaan lopen nu. Zodat heer Leon en ik de boel kunnen verkennen. En dus op zoek kunnen gaan naar die meteoriet die hier in de buurt ligt. Ja, je soldaten mogen wel even mee. Want, ja, ze mogen wel mee, maar achter ons lopen. Soms zitten hier ook nog wel eens wat rovers. En Empire heeft niet altijd de tijd om... voor gevaar is, dus blijf altijd op je hoede. Ja, blijf goed op je hoede. Zorg dat er sowieso altijd mensen bij mij in de buurt zijn. Sowieso Pellen natuurlijk, maar een paar van de sterke krijgers. En misschien van de wijze monniken erbij is altijd handig. Ja, dit is laten we ingang, geen spullen jongens. Meenemen trouwens. Nee. Want het is wel Empire gebied, hè. We willen geen volgens mij belediging doen. Kunnen daar even wat mensen daar op die berg gaan kijken waar dat... Ja, verspreid maar een beetje. Groepjes van drie maken. Groepjes van drie. En ik wil ook twee wachters bij mij, inderdaad. Gerben en Pelle. Als jullie bij mij blijven en andere mensen groepjes van twee of drie maken. Dan wil ik graag. En even verspreiden. En iemand met Leon meegaan. Ja, ik ga wel even vooruit, want ik... Tobias, ga je ook maar met ons mee, anders. Nou, dat is ook makkelijk. Ik schreeuw wel als ik wat zie. Ja, en als we wat zien, dan even sign geven en dan wel elkaar weer ophalen. En graag niet praten van een afstand, niet zoveel schreeuwen, jongens. Een beetje rustig zijn. Kom jullie. Ik zie daar vuur in een boom. Oh, maar ja, vuur zegt niks in Empireland natuurlijk, want... Die zetten wel vaak iets in de fik. Ja, maar het is wel magisch hier, het regent, maar ik weet niet wat het doet. En vergeet niet de kracht van Empire, hè. Ja, nee, dat is zo. Sterk vuur, hoor. Sterk vuur. Niet onderschatten. Gelukkig hebben we er nog niet echt mee te maken. Die heer Leon, die kan ook al zo... Ik ben al binnen. Goed schreeuwen door deze bergen. Sorry. Nee, maakt niet uit. Sorry, we zijn sowieso zo in de buurt praat, van jou. Maar ik dacht dat u in dat u wel wat gewend Empire! Was. Empire! Ik zie hier... het is binnen. Jongens, ik zie het. Het is binnen, oké. Okay. Iedereen verzamelen, niemand aan de meteoriet komen. Volgens mij is hier het. Ligt hij hier binnen dan? Nou ja, ik zie hier vuur. Heer dus, Leon zegt dat het hier binnen is. Lijkt mij, ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Het ziet er allemaal niet heel best uit. Het ziet er best wel uit alsof hier iets is gevallen. Ja. Oké, okay, gaat vuur blussen. Ik heb hulp nodig wat hier. Wat zijn dat voor wezens? Het zijn ondoden. Oh. Welke wezens? Help mij al. Wezens. Laten wij naar de andere kant gaan. Ik zal al je troepen maar naar binnen halen. Waar is de keizer? Jongens, allemaal hier naartoe komen. Allemaal hier naar het plein komen met het grote vuur en ga het vuur blussen. En kijk uit voor de ondoden. Ik heb geen water. Waar komen die dingen vandaan? Ze kunnen niet tegen vuur trouwens, de beesten dat zijn. Ja, wij ook niet. Hou ze op afstand. Ik zie hier geen meteoriet. Nee, maar wat zijn die beesten dan? Die ligt hier. Oh. Hij ligt diep. Ja. Oh. Oh no. Jongens, pas uit, zeker uit voor Leon. Ja, ik rem er wel. Niet Leon staan. Niet, okay, Leon ziet er misschien wel een beetje dood uit af en toe, maar hij is nu niet helemaal dood. Sorry. Geen probleem. Oh, ik ben wel wat het zijn wel flink sterke en snelle ondoden. Waar komt nog zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Van hier rechts. Wacht, meneer, heb ik toestemming om water te gebruiken om het... Ja, water is toegestaan. Ik zie hier wat. Ik heb water gebruikt om meteoriet. Het vuur beneden te wacht eventjes, heer Leon. Ik zal niks... Oké, zorg dat er een weg veilig is. Dan kan ik naar beneden naar... Dit ziet er... Oh, wauw. Oké, ik denk dat we het hebben gevonden inderdaad. Niks aanraken, jongens, niks aanraken. Hier, en deze. Hiervoor. Ziet u dit? Dit blokje? De meteoriet. Haal eruit. Maar je hebt toch... Zijn er meer van deze stenen? Heb je hem? Ik heb hem... Achter je. Verder, achter je. Zo, opgepakt. Er komen meer ondoden. Mooi, de meteoriet. Hebben we hier nog meer liggen? Oh, is hier ook nog. Ondoden komen op jullie kant uit. Oké, pijl en boog spannen nu. Wie zei dat hij nog iets zag? Hier op deze steen lijkt wel een beetje op hetzelfde. Oh god. Van mij. Het zijn er heel veel. Het zijn er heel veel.
komen er heel veel van bovenaf. Ik hak dit even weg. Spring naar beneden in het water en even naar boven schieten. Kijken of we nog meer kunnen vinden, inderdaad. Hier, ik heb hier nog een. Heel veel naar beneden. Ik heb er ook een. Ik heb hier boven nu al een. Zag iemand dat ook? Geef anders, heb ik toestemming om mee te zoeken? Ja, hier. Was een rare. Wow. Wat is er? Zwarte magie. De goden. Dat is zwarte magie. Goden kunnen we niet bevechten, dat is echt... Zwarte magie, pas op jongens, pas op. Iedereen, hebben we alle blokjes hierheen, van... Hierheen, niet in je eentje daar. Hé, hey, jongens, ik wil dat jullie... Sam, kom meteen naar de groep. Niet in je eentje er vandoor gaan. De zwarte magie in de lucht. Oh, pas op. Pas op. Vechten is de ondode weg. Zodat je niet in de lava valt. Zodat je niet in de lava Nee, val niet in die lava, guys. Komt goed, jongens. Oh, goed zo. Prima. Oké, we moeten hem weg naar boven. Toestemming om mee te zoeken? We hebben alles volgens mij. Ik heb er één. Moeten we al die stenen hebben? Ja, we hebben... We hebben de twee items. Ik denk dat we alles hebben. Gevangen. Even opeten zo meteen. Och. Dat is wel warm. Hij is wel cute. Hij is alleen dood. Ja. Even. Vakantie zich af.